brief gekomen van de burgemeester. En de burgemeester heeft ons gevraagd, zeker opgelegd, om alle tenten hier op het plein die buiten staan weg te halen. En dat wij met meer voorwaarden zijn eraan gesteld. Maar uiteindelijk heeft hij ook gezegd dat er maar 4 mensen tegelijkertijd mogen overnachten hier. Hij heeft daarbij geen woord in de mond genomen over hoeveel tenten er in onze eigen tenten mogen staan. Want wij hebben toevallig van hem een toezegging dat onze legertent, dus onze woon- en slaaptent hier, onze woonkamer en onze mediatent mogen blijven staan. Ja. En hij heeft verder met geen woord gehad over hoeveel tentjes daarin komen te staan. Op het moment dat wij de tentjes inzetten en we zetten daar spullen in, dan slaapt er dus niemand in. Dus heeft daar verder ook weinig over te zeggen. Het is een hele rumoerige dag. Want vandaag werd besloten of we hier mochten blijven of niet. Er was een lijst met eisen, ik weet geen beter woord ervoor, van de burgemeester. Waar we aan moesten voldoen, zodat deze tent en die tent, dus de tent hier om ons heen, de grote tenten, mogen blijven. Er is 3 dagen, en eigenlijk de weken ervoor ook al, voor ons eigen welzijn, maar de afgelopen 3 dagen is er extra hard gewerkt om die eisen zoveel mogelijk in te willigen voor wat mogelijk is hier op het plein. Gezien die effort heeft de burgemeester vanochtend uiteindelijk besloten dat dit mag blijven staan, maar de rest van het plein leeg moet. Dus wat je vervolgens kreeg is mensen die boos zijn over de brief die van de burgemeester kwam, waarin we eigenlijk een handreiking kregen, maar waarin als je in detail gaat lezen, natuurlijk allerlei juridische of politieke eisen staan, waarvan heel veel mensen zoiets hadden, daar wil ik me niet meteen zomaar bij neerleggen. Een deel is daarop gaan demonstreren alsnog, om tenten te houden die hier staan. En een deel had zoiets van, het grotere doel is bereikt, de grote tenten mogen blijven, we kunnen blijven actie voeren. Dus we beginnen met onze banners redden, de kerstbomen redden die we hier hadden staan. Spulletjes van mensen netjes opbergen in plaats van dat de politie ze komt pakken. Zo zijn er eigenlijk 2 groepen bezig geweest. Volgens mij zijn die groepen niet uit elkaar gevallen, is het nog steeds 1 geheel. En op dit moment staan we eigenlijk samen met de media, zal ik maar zeggen, toe te kijken hoe dus de laatste resten van het Occupy-kamp buiten die grote L-vorm om weggehaald worden. De burgemeester die heeft besloten dat het een gevaar is voor de volksgezondheid en dat we een brandgevaar vormen en dat er allemaal problemen zijn hier op het plein, randproblemen, dus drugsgebruik, drank, geweld, en dat wij daar op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn. Is dat waar? Wij proberen als mensen onze verantwoordelijkheid te dragen, maar ik vind dat een beetje ver gaan. Als de gemeente zelf niet voor elkaar krijgt om drugsproblemen op te lossen en dakloze mensen opvang te geven, dan denk ik niet dat wij dat ineens kunnen. Nee, wij zijn daar niet voor geëquipeerd en ik vind het niet eerlijk om te zeggen dat dat alleen maar ons probleem is. Dus het is ons probleem als mensen en daar vind ik de gemeente eigenlijk ook wel onderdeel van. De afspraak was dat dit grote ding mag blijven als die kleine dingen weggaan. Maar er waren mensen niet eens met de manier waarop de brief in elkaar zat. En op dat moment zijn ze die kleine dingen ook gaan beschermen. Niet omdat ze zozeer voor die kleine dingen zijn, maar omdat ze boos waren op de manier waarop de brief in elkaar zat. Er staat 1 eis in, ik denk dat ze daar het meest over gevallen zijn. En dat is de vraag dat er in deze tent, in deze grote tent, nog maar 1 tentje overblijft. En dat er maar 4 mensen mogen zijn, 's nachts. En dat is niet haalbaar. Dat is niet haalbaar omdat we dat niet willen. Maar dat is niet haalbaar omdat het niet praktisch is. Daarvoor zijn er te veel mensen zonder huis die daar wonen. Daarvoor zijn er te veel mensen die hier gewoon willen blijven. We gaan er niet uitkomen welke 4 dat dan moeten zijn. En we willen geen geweld gebruiken. Dus het gevolg is, dit is de situatie zoals die is. En we gaan kijken naar brandveiligheid en kijken hoe het minder kan. Maar meteen zomaar 1 op 1 aan een eis voldoen over 1 tentje, dat is volgens mij iets waar we niet akkoord mee kunnen gaan. Alhoewel ik moet zeggen dat ik geen voorstander van ben om het vervolgens op zo'n demonstratieve manier de onvrede over die brief te laten zien. Want nu lijkt het in de media alsof we niet alsof we boos waren op dat ene kleine tentje wat weg moest. Terwijl dat is eigenlijk de hele kwestie niet. De kwestie was de toon in de brief. En het aantal eisen waarvan je weet van tevoren, daar gaan, kunnen we niet aan voldoen, staat er dus eigenlijk in deze brief dat we dan over 4 weken weg moeten. Want je kunt zo ook wel uitrekenen dat we niet aan die ene eis van dat ene tentje kunnen gaan voldoen. Dus daar zijn mensen dan boos over. Alleen ben ik bang dat via de media nu alleen maar naar buiten komt dat we dat ene kleine tentje wilden redden. Livestream? Ja. Ja, oké. Okay. Alleen het is heel erg mobiele livestream nu. Ja,
Ik heb geen drie poten voor. Nou, er zijn 15 mensen zijn gearresteerd omdat er een aantal tentjes waren van mensen die niet weg wilden en die dus niet wilden voldoen aan de eisen van de burgemeester. De andere occupiers die hebben toen die tenten omsingeld en geprobeerd om tegen te houden dat de politie die weghaalde. Die zijn toen door de politie weggehaald. In mijn mening eigenlijk met te veel geweld. Geweld van de politie? Of? Van de politie, ja. Nee, de occupiers hebben totaal geen geweld gebruikt. We hebben het ook allemaal vastgelegd op video. Maar dat is geweldloos gegaan. Maar de politie die heeft wel echt meer geweld gebruikt dan nodig was. Wat waren ze bereid? Ze sleepten mensen weg, ze duwden ze tegen de bussen aan, mensen werden in boeien geslagen. Ze gebruikten bussen en dus ME-bussen en ruilmateriaal, terwijl er is geen ruil. Dus het is overbodig gebruik van geweld. Dus het was ME hier? Ja, de ME heeft het ontruimd. De jongen van de caravan is wel gewelddadig opgepakt, dat schijnt heel naar te zijn. Waarom zo? Hij wilde zich niet overgeven, zou ik maar zeggen. Hij wilde niet zijn caravan laten meenemen. Of hij wilde het op een andere manier, dat weet ik niet. Maar blijkbaar is de politie uiteindelijk overgegaan tot hem vrij gewelddadig oppakken. Is nu nog voldoende over om door te gaan met dat? Natuurlijk, zolang we sympathisanten hebben is er genoeg over om door te gaan. Ik bedoel, ik zie dit kamp niet als een voorwaarde om door te gaan. Wij maken mensen bewust van het feit, wat speelt zich nu af? Hoe zit het in het monetaire systeem? Hoe zit het in het politieke systeem? Daar maken wij mensen bewust van. En daarvoor hebben we dit plein, we hebben het deels nodig, maar het plein is niet essentieel daarin. Het is mooi om het te houden en wij bezetten ook het plein. Maar nogmaals, zolang wij mensen hebben en mensen informeren die dus de feiten weten, die de feiten kennen, die weten hoe het allemaal zit en die dus gewoon hun mond open trekken en zeggen dit klopt niet, dit kan niet, dan kunnen we verder gaan. Hoe meer mensen, hoe beter. Nou, ik denk, er zijn veel mensen die willen gewoon een Occupy-kamp beginnen voor het slapen. Hè? Dus de actie van het slapen, die zullen ze verplaatsen naar een andere locatie. Dus welke? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het kan dat het Frederiksplein is, het kan ergens in Amsterdam-Zuid zijn. Dus daar wordt nog over nagedacht. Hier blijven we gewoon onze activiteiten doen. Dus Occupy College die gaat hier door. Acties zullen vanuit hier georganiseerd worden. Dus dat gaat allemaal nog door. Ik hoop echt heel erg dat omdat we hier dan niet meer zozeer alleen maar kamperen, dat we onze energie kunnen opbouwen, zodat we met elkaar, want er is wel heel erg een community gestart, een community ontstaan, om met elkaar activiteiten te bedenken die op dit plein kunnen plaatsvinden, die in de stad gaan plaatsvinden, die op scholen kunnen plaatsvinden, in buurthuizen, in debatcentra, zodat Occupy is wat, maar nu ga ik heel even mijn mening vertellen. Occupy is niet speciaal dat tentenkamp, of al die tentenkampen. Occupy is een mindshift. En die mindshift gebeurt hier. En hopelijk bij steeds meer mensen. Ik hoop dat steeds meer mensen aanvoelen dat ook voor hun wens op een mooiere toekomst een plek is binnen deze movement. En dat dit eigenlijk een van de weinige kansen in deze tijd is om zo internationaal met elkaar op te komen voor die droom voor een mooiere wereld, zal ik maar zeggen. De mensen zullen hier, en zeker als we nu wat meer rust hebben om acties te doen, dan kunnen we nog steeds statements blijven maken en die zullen ook krachtiger zijn. En kijk, het andere is, we hebben de omstandigheden mee. Ik bedoel, het idiote is dat in Nederland voelen mensen nog niet dat het mis aan het gaan is, terwijl het heel erg mis aan het gaan is. En op het moment dat het te laat is, zullen we dus veel meer support krijgen. Maar dat is een beetje mijn hele negatieve gevoel daarover. Dat het jammer genoeg zullen mensen pas erbij komen als ze doorhebben dat het verkeerd is gegaan. Dus dat het te laat is om nog iets te doen. Ik denk dat het nu de tijd rijp is om echt goed na te denken en bij te dragen aan de ideeën die er zijn om de boel te veranderen. Dus op alle gebieden, dus op het gebied van democratie, op het gebied van economie, ecologie. Om op die fronten allemaal echt haalbare alternatieven te ontwikkelen. En ik denk dat Occupy daar ook heel sterk in kan bijdragen. Omdat mensen daar in ieder geval de energie voor hebben en de drive. Ze beseffen zich dat het nodig is om die alternatieven te vinden. En je zei dat jullie geven ons ook plek voor die daklozen. Die hadden geen plek. Wat wordt geboren nu met die mensen? Ja.
Nou, wat er dus altijd gebeurt, ze blijven op straat rondzwerven en het probleem wordt niet opgelost. Het enige wat ik kan zeggen is, wij kunnen dat ook niet oplossen. Dus wat we gedaan hebben is gezegd, het is open voor iedereen. Maar we willen wel dat je hier dan ook actie voert. En dat, dus er zijn een heel aantal mensen die, ook al zijn ze jaren dakloos, hebben ook goed bijgedragen aan Occupy. En dat was goed om te zien, maar problemen met harddrugs en drank, daar zijn wij niet voor geëquipeerd. Wij weten niet wat we moeten doen dan. En we kunnen niet vanuit een plein die mensen helpen. Dus daar zouden we heel graag hulp bij hebben. Ik ga ervan uit dat we dus, zal ik maar zeggen, positieve acties gaan bedenken. Ik weet nog niet hoe die eruit gaan zien, daar moeten we over brainstormen. Die hier op het plein gaan plaatsvinden, waarbij je mensen heel erg uitnodigt tot dialoog. Waarbij je mensen laat voelen dat ze de kracht hebben om zelf hun leven op te pakken. Want voor mij gaat Occupy daarover. Occupy weer je eigen recht en kracht om de wereld te schapen, te scheppen zoals jij het mooi vindt, zoals jij het graag wil. Als we dat ontleerd zijn, als we alleen maar blijven hangen in, we kunnen niks tegen het systeem doen, ik weet toch niet wat ik moet doen, ik ben toch maar zo klein, ja, dan gaat er ook nooit wat veranderen. Dus wat mij betreft begint het bij die mindshift in je hoofd en wij, of ik, zal me in ieder geval gaan inzetten om acties te bedenken die dat denken stimuleert, die mindshift stimuleert bij mensen. Ik denk dat er wel extra verbinding is gekomen tussen de mensen die hier al staan en hier actief zijn. Ik denk dat we ons moeten gaan herijken hoe we het nu gaan aanpakken. Maar in principe dit plan om zeg maar van kampeerplein naar actieplein over te gaan is niet iets wat door de burgemeester bedacht is. Dat is iets wat we zelf al 3 weken geleden besloten hadden. Of in ieder geval waar we naartoe wilden werken. En waar we in verschillende fases van besluitvorming wel of niet uitkwamen. Bedankt in ieder geval voor de support en wij kunnen vanuit iedere hoek van de samenleving willen we mensen vragen om denk na over die hele grote problemen en besef je dat het opgelost kan worden als we het maar gaan oplossen. Dus join in Occupy.